prachtige dag. Het is herfst. Ze noemen het ook wel Indian Summer, wat je nu ziet. Midden op de dag met felle zon zou je normaal gesproken niet fotograferen. Alleen zo in de herfst kan het wel, ook in het vroege voorjaar. Waarom? Die zon staat niet meer zo hoog. Dus alles wordt van de zijkant eigenlijk belicht. En dan zie je heel fraai een diepe zwarte schaduw van die bomen in de verte. Maar je ziet dan ook, het gras is groener dan groen. Hetzelfde zie je hier bij die enorme mooie gele blaadjes van de beuk. Kleur natuurlijk fantastisch. En die worden nog helemaal oranje. Eerst geel, dan oranje en dan bruin. Dan vallen ze er pas af. Maar hier zie je hoe het licht er doorheen valt. En dat is bij het gras eigenlijk net zo. En daarom is in de herfst, in die Indian Summer, dat gras zo mooi groen. Die harde contrasten, ja, die maken het eigenlijk magisch fris. Toch even een fotootje maken. Ik was eigenlijk op weg naar een plek met nog hele fraaie herfstkleuren. Dus we gaan door. Dat is wat dat tegenlicht doet. Dat schijnt door die bladeren heen. Tip bij een herfstwandeling met laag licht, loop naar de zon toe. Want dan schijnt die eigenlijk naar je toe en dan heb je voortdurend, om elke hoek, heb je die prachtige boomkruinen waar het zonlicht dan doorheen schijnt. En dan krijgt het echt een prachtige, ja, magische gloed. En dat komt door dat licht door die blaadjes heen. En wat ik nu probeerde, is eigenlijk beukenblaadjes te fotograferen. Waar de zon doorheen scheen op dat moment, met een donkere achtergrond, want dat is een bomenrij in de verte. En als ik dan twee technische dingen doe op mijn camera, krijg ik een heel bijzonder beeld. Tip 1. Ik heb mijn belichting flink teruggeschroefd. Ik heb het op min 2, min 3, zodat die hele achtergrond gitzwart wordt en ik alleen maar die blaadjes heb. Truc 2. Diafragma hoog. Ik had hem hier op 22. Ja, dan moet ik mijn ISO een beetje bijdraaien om het uit de hand te kunnen blijven doen. Maar met dat hoge diafragma krijg ik de blaadjes van voor tot achter helemaal scherp. En wat ik dan krijg is eigenlijk een soort glas in lood met stukjes groen, stukjes geel en stukjes oranje. Heel fraaie, artistiek beeld. Het aardige is van het herfstlicht is de harde contrasten door de lage zon. Is die eenmaal weg, zoals 's avonds, dan kan je nog doorgaan. Maar dan is er een nieuwe techniek om het contrast te zoeken. En dat is deze. Het enige wat je hoeft te doen is de ogen half dicht te knijpen. En als ik fotografeer doe ik dat zeker 50 tot 100 keer per dag. Ik zou zeggen, doe mee. Je ziet meteen, als je je ogen half dicht knijpt, niet meer de details, maar licht en donker. De contrasten. En als ik dan die kant op kijk, dan valt meteen op dat hele mooie kroosoppervlak een prachtige, rustige, lichte achtergrond is voor foto's. Bijvoorbeeld van die takken die er dan voor hangen. Geeft een hele dromerige, feerieke sfeer. De laatste bijzondere bosfoto die je eigenlijk altijd kan maken en die je altijd weer verrast, is verticaal omhoog. Ik zie hier, je hebt natuurlijk een groothoeklens nodig, en ik zie hier twee beuken aftekenen tegen de blauwe lucht. Ik zie daar nog wat toefjes oranje herfstblad. En ja, de manier om het te fotograferen is gewoon op de grond te liggen, recht omhoog te werken. Een mooie dag geweest, prachtig licht en we nodigen we laten zien. Ik zou zeggen, kijken, kijken, kijken
en geniet van wat je ziet. Tot volgende keer.